Dit gaat niet over de staat van de consulaire dienstverlening. Dit gaat ook niet over de vraag of wij hier in Nederland gezichtsverlies lijden. Dit gaat om een politiek signaal dat de heer Van Helvert vanochtend heeft afgegeven. En dat een klap in het gezicht is van de miljoenen mensen die slachtoffer zijn geworden van Assad. En het is een beloning, of die dat nou beoogd heeft of niet, het is een beloning voor de man die voor die verschrikkelijke mensenrechten schendingen verantwoordelijk is. En ik vraag hem nog één keer of hij zich dat bewust is. Het gaat mij niet om de klap in het, hoe noemt hij dat, het gezichtsverlies voor ons. Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies. Het gaat om het signaal dat hij in Syrië heeft afgegeven.